Nee, maar ik bedoel, ik ben niet een militair van nature, hè, dus ik was ten eerste dienstplichtig, hè. En het was natuurlijk wel zo dat van huis uit vonden ze dat mooi, het leger dienen, hè. Dat was een protestants-christelijke inslag, hè. Dus je wordt opgeroepen, mijn moeder was een groot op dat ik de wapenrok droeg, hè. En nou goed, ja, toen kwam het al gauw natuurlijk dat ik naar Indië moest, hè. Nou, het feit was dat ik het zelf niet erg vond en eigenlijk een beetje wel lokte, hè? Een beetje avontuur ook. Hè? Ik was ook nooit zo bang ingesteld van, oh, misschien ga ik eraan of misschien gebeurde ernstige dingen. Want wij hadden natuurlijk wel de Tweede Oorlog meegemaakt. Hè? Ik had al dingen meegemaakt dat een Duitser op me schoot en dat ik bommen naast ons huis vielen, hè. Dus die dingen had ik al meegemaakt. En dat je relativeringsvermogen hebt, althans dat heb je dan, dat je daar niet zo druk om maakt. Er werd ook weinig verteld, hè. En ja, wij kwamen in dienst en nou ja goed, ik had me opgegeven voor chauffeur, dat leek me een mooi baantje en ding. En daar kwam ik ook bij, met de ART. Nou goed, ik geef rijlessen, dus het was al mooi. De eerste 6 weken niet, dan moet je dan die veldtraining doen. Maar wij waren al dus, ik had ook een kameraad uit Den Haag, we waren altijd een beetje de boel aan het pesten. Dus een beetje traineren met marcheren en zo. Dat die opleiders, die kwamen uit Glasgow, die waren in Engeland getraind. En dan zaten wij ze te pesten, want wij, ja, als een vent rechts. Die marcheerde rechtsaf en dan liep ik met hem voorop en dan liepen we rechtdoor. En dan liep hij rechtsaf. En wij de grootste mond, die deden even niks horen. Dus okay. We zaten in het midden van het schip, waar hebben we opgezocht dat het zo min mogelijk weer ging. En het feit was, dat als ik op dat nest lig, dat, en die jongens haalden, want dan moest je boven in de kantine het eten halen, met een soort cafetariazorg. Maar dat deed ik dan niet. Hè. Dat haalden die jongens voor me, kameraden. En die kwamen dan met een potje bij mij op bed en dan had ik het gewoon op. En dan bleef ik op de bed liggen, had ik praktisch geen last. Maar af en toe, ja, je moet naar de wc en dan ging je ook wel eens naar het dek. En dan ging ik aan dingen staan, maar ik ben er dus aardig doorheen gegaan. Want er waren erbij, er zijn er zelfs weer overleden, zo ziek. De haven van Sabang kwam ik binnen, dat vergeet je nooit. Want we zaten op een schip, de Bossef, en dat is een heel hoog schip, hè, een tropisch schip, dat ligt heel hoog op het water. Dat was eigenlijk niet geschikt voor hier. En dan, als je daarop zit, is zo hoog, dan zaten we met 2600 man op. Hè, en dan kom je daar die haven samen binnen en is het zo'n scheep. Dan zie je boomtjes niet. Dat oerwoud, dat is zo hoog en zo prachtig. Ja, en dan kom je daar en zie je in het water, zag je die gekleurde vissen zwemmen, die je hier in een duur aquarium ziet zwemmen, die zwemmen daar gewoon rond natuurlijk. Nou, en toen zijn we vandaar samen naar Priok gegaan, Batavia, en toen kwamen we daar dus aan. Ja, en dan kom je dus in het land en dan moesten we eerst in kazernes. Wij waren de eerste. We hadden geen eens een bed. Ik heb nog 14 dagen op een tafel gelegen. We waren geen matrassen. En moest van alles nog moesten geregeld worden. Het was een zootje. Nou goed, en dan zie je dus, kom je langs die havens. Goed, dan zie je dat voor het eerst dat die mensen in het water zitten te wassen. En die poetsen hun tanden en de anderen die zitten poepen. En ja, dat was allemaal nieuw allemaal. Hè. Dus, nou goed, dan kreeg je een auto toegewezen en dan ga je rijden. En ik was dus bij de staf, dus ik kreeg allemaal opdrachten. Hè. Voor de dokter heb ik een poos gereden. Voor die en voor die, nou dan scharrel je daar wat rond in Batavia. Je wil geld verdienen, want ik kreeg 54 gulden in de maand. Nou, als je in een danstent gaat, daar was vol op dansen. En er waren 3-4 legers, geloof ik. Allemaal, was gewoon de drukste stad van de wereld, geloof ik, op dat moment. Er zat van alles. Nou, ja, dan waren die 50 euro of 50 gulden waren zo op. Dus dan proberen we er wel 5 bij te verdienen. Je hebt de AT heb je dus een compagnie.
waar allemaal, zeggen, allemaal drie tonners zijn die allemaal in kolonnes allemaal weggaan. Die rijden dus met 30, 40 wagens een opdracht weg. Maar wij bij de staf hadden een eigen wagen. Sommigen hadden hier. Ik had een 1500 weight, dat is een halve drie tonner. Die had een vrij beschermd. Die kon onderweg wel natuurlijk aangeschoten worden. En had je pech gehad. Omdat je dus meestal, bij een staf zit je meestal alleen. He, of met een kapitein meerijden. Later ben ik een poosje met een dokter. Dan moest je een dokter een seriebom brengen. Ja, dan kan je onderweg ook van de weg afgeschoten worden. Moest ik daarheen in de Rimboe. En dan kreeg ik een koloniaal mee. Oude koloniaal. Die was altijd bezopen. Maar die wist dan wel de weg. Want ja, je moet dan wel de weg weten in die Rimboe. Ja, want die bordjes, die klopten nu ook niet alles. Want die extremisten, die draaien die bordjes wel eens om. Daar rijden de verkeerde kant op. Dus toen ben ik met die koloniaal. Nou, die was ook weer half bezopen, maar toen moest ik dus met hem die pakketjes weer brengen. Toen, op een gegeven moment zijn we daar dus gekomen, helemaal in de Rimboe, in zijn plaatsje bij die jongens. Nou, die jongens die liepen daar niks anders dan wachten. En die waren geloof ik al zes, waren al zes of acht waren al dood. En die jongens waren soms een beetje wezenloos. Hè? Zo van, die zitten daar maar in die Rimboe rond te lopen. En dan komen wij met kerstpakketjes. Wat ook dus je leven kan kosten. Maar goed, dat werd dan gebracht. En nou, dan kom je daar in de Rimboe. En toen kregen wij het bericht dat er op diezelfde route waar ik gereden had, twee wagens van de weg waren geschoten. Dus ze nou, de telegraafje nou jongens, hebben we eigenlijk gehad. Kijk, het was helemaal niet de bedoeling dat het zo snel ging. Sukarno is gedwongen door die jonge lui om die proclamatie af te kondigen. Die waren helemaal niet zo ver, er was niks. Dat was een chaos. En toen riep hij ineens die republiek uit. Nou, en die andere, Sjari hier en die andere, die wilden dat ook helemaal niet. Die wilden een geleidelijke overgang. En ook met de Nederlanders samen. Ze zaten niet voor niks in de Haag. Om dat te bespreken. Goed, dat ze niet altijd eens werden. Maar de bedoeling was dat het geleidelijk aanging. En dat zij dan een beetje op orde kwamen. En dat is dus in het begin fout gegaan. Maar je moet niet vergeten, veel van de bevolking stonden te juichen, die wilden wel rust en die waren blij dat ze van die jappen af waren. Huh? Ja. Dus wij reden ook, wij hielpen ook die inheemse, wij s'avonds ook bij zo'n loer aan de kampong en dan zeiden ze, ja we moeten stenen hebben, we moeten daar, hielpen wij. Wij waren niet bang, we waren ook niet bang voor de inheemse. Huh? We gingen daarheen en rijden ervoor. En die mensen waren hartstikke blij. We zaten er s'avonds gewoon te eten. Hè? Niemand dacht, wie dan nooit van zouden vergiftigen. Die mensen, die met die jongens die dan de leiding had onder die baboes, ben ik toen mee naar de kampong geweest. Ik zeg, die praten dan een beetje rood en blauw Nederlands. En ik zei, als jij in Holland komt, kom je bij mij langs. Ik ben u langs. Ja, dan kom je bij mij thuis. Dus dat kan toch niet. Dan zie je, jongen, ik ben gewoon een arbeider thuis. Ze begrepen niet dat wij arbeiders waren. Snapten ze geen ballen van. Geloofden ze ook niet. We zijn met hem meegegaan in de kampong. Hebben in zo'n kampong op de houten vloer. Daarom irriteer ik me altijd met die lui. Die nou altijd naar die arme landen gaan. Die rijke lui hier. Maar met die mensen in een kringetje. Hebben zitten praten. En vertelde ik dat allemaal. Werk wat jullie doen blanken in Holland hoor. Dus daar hebben we geen Indische mensen die dat doen voor ons. Huh? De mensen, ja, die waren hartstikke fijn mensen. Nou, kijk, ze komen hier in Holland en ik zei altijd tegen de jongens in Indië, zaten ze altijd in een stelletje te kaarten altijd, en die zaten altijd wel Holland te ouwe horen. Ik zeg, we zijn nou in Indië, dus wat hier te leven valt, moet je hier leven. He? Nou, straks zitten ze in Holland en dan zitten ze over Indië te ouwehoeren. Nou, toen ging ik dus weer, inderdaad, ga je dus daarin verdiepen. Ik heb dus ook een hoop achteraf kennis natuurlijk. Hè. Kijk, ik heb hele, ook dingen waar ik niks mee kan natuurlijk. Maar wat er allemaal afgespeeld heeft, wat je toen niet wist. Dat is dat ze dus dingen
anders achteraf vertalen. En dat zeg ik net, als ik die lui hoor, die linkse socialisten die het allemaal maar afkammen en dat niet over Indië willen praten, terwijl wij dus met de beste bedoelingen, ook de regering destijds, dat was nota bene nog een socialistische regering, van Schermerhorn en Drees, van deze VVD'ers. Ja, die kon ook geen kant op. Dus toen hadden ze dat idee om een groot koninkrijk te maken. Nou, dat was natuurlijk een leuk idee van een kleine landje. Nou goed, als ze het net zo gedaan hadden als ze toen waren, waren er duizenden mensen aan het leven niet. Net als Suriname is ook zelfstandig. Als ze die overgang hadden gedaan met Indië, hadden al die mensen niet hoeven te sneuvelen. Gewoon geleidelijk aan zelfstandig worden. Dat was ook de bedoeling. Zeker. Wij waren 3 jaar, maar goed, ik heb er geen problemen mee gehad. Nee, ik vond het helemaal niet erg hoe ik van huis had. Er waren jongens wel. De jongens hadden heimwee. Die schreef elk. Die zaten maar brieven te schrijven. Nee, en er zijn erbij die natuurlijk. Kijk, als jij daar rot hebt gehad, die krijgen dus. Die krijgen de pest in. Die denken, ja, wij hebben daar 3, 4 jaar gezeten. In de Rimbo. Een rot leven gehad. Die kregen dan af en toe een weekje, konden ze naar Bandung toe, naar de grote stad. Nou, dan gingen ze naar de grote stad. Die jongens, ik heb hele boeken, zetten ze op internet, die jongens, van die jongens, van die verhalen die in die troep gezeten hebben. In die patrouilles lopen in die Rimbo. Ik heb ze allemaal gelezen. Jongen, wat hebben die jongens meegemaakt? En die kijken heel anders terug dan wij natuurlijk. Als je gewoon in zo'n stad, je hebt in Batavia gezeten en in Bandung en Chimay. Chimay, een hele grote legerstad. Duizenden militairen. Nou, je hebt er een wagentje, s'avonds naar de bioscoop.